Onze drijfveer zegt iets over onze motivatie in het leven, over dat wat ons drijft. En daar bevraag ik mijn gasten over in dit programma, de drijfveer. Haar zoon noemt haar een gevoelsmens, haar dochter een prachtmens. En degene die haar zijn schatje mag noemen, die zegt spannend en mysterieus. Hier is Mirjam de Leeuw. Wauw. Die had je even niet zien aankomen, nee, geloof ik. Nee. Herken je je in deze typering, Mirjam? Ja. Mooi. Ik had eventjes achter jouw rug informatie zien. Dat had ik wel begrepen, maar verder hebben ze zich keurig stilgehouden. Niet wat het zou zijn. Nee. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Mijn vijfde gast alweer. Ik vraag iedereen een voorwerp mee te nemen. Ik zie een aantal voorwerpen uitgesteld op de tafel. Misschien wil jij kiezen waar je bij gaat beginnen. Ja. Nou, ik begin met deze mooie poppetjes op de tafel. De mamushka of de babushka. Er zijn een beetje meerdere benamingen voor. Ik maakte in mijn carrière een switch van juffrouw naar kindercoach. En dat kan je heel mooi met poppetjes uitspelen. Dus ik wilde voor mijn praktijk graag een babushka, noem ik hem vaak. En dat moest er een worden van 7. Want wij zijn een samengesteld gezin en we zijn met z'n 7. Nou, lange zoektocht, hele mooie gevonden in Amsterdam. Blij mee. Toen komt er later een vriend van mij bij mij op bezoek. En die zegt, nou, vertel eens, wie zijn dit allemaal? Dus hij zet die poppetjes voor me neer. Dus ik begin, nou, mijn vader, mijn moeder, mijn zus, mijn broer. En dat ben ik. Hé, zegt hij. En dan heb je er één over. Nou, het was alsof er zo'n bliksemschicht door mij heen ging van, hé, dat is mijn overleden broertje. Want tussen mijn zus en mijn oudste broer heeft nog een kindje gezeten. En het voelde op dat moment echt alsof ik die op de kaart mocht zetten. Want ja, toen gingen ze nog heel anders om met het overlijden van een kindje. Als je mijn moeder vraagt, zal ze zeggen, ik heb 4 kinderen. En ja, dat was eigenlijk heel bijzonder. Het heeft ook nooit een naam gekregen, bijvoorbeeld. En dat is, ja, dat zijn dingen die me dan wel veel bezighouden. En wat dan toch ineens zo vanuit de intuïtie en het gevoel mag ontstaan. Wat een bijzondere ontdekking. Ja. Hè? Want je ging voor een andere 7. Ja, precies. En je kwam bij dit 7-tal uit. Ja. Wel heel toepasselijk dat je dit nu juist vertelt in deze maand van gedenken. Hè? Zo de afgelopen week Allerheiligen, Allerzielen. Binnenkort gaan de protestanten hun overledenen gedenken. En wat je zegt, ik hoor dat ook regelmatig. Kinderen die niet levend ter wereld zijn gekomen, die geen naam hebben gekregen, tegenwoordig wel. Ja. Hoeveel impact dat levenslang kan hebben. Ja, zeker weten. Heb jij dit ook gedeeld met jouw familie? Ja. Wat vonden die daarvan? Ja, mooi. Ja, het is een hele mooie gedachte. Verder zijn ze, ja, voor mijn gevoel wat minder mee bezig. Al heb ik er laatst wel weer een heel mooi gesprek met mijn moeder ook over gehad. En je merkt dan ook wel dat daar heel sterk de emoties zijn weggedrukt. Ja. Ja, ze heeft het kindje ook überhaupt niet in haar armen gehad. En het kindje is meteen bij haar weggehaald. En nou, eigenlijk is dat een heel stil verdriet wat, ja, voor mijn gevoel heel erg geblokkeerd zit ergens. Maar ja, dat boeit mij dan als kindercoach nog des te meer. Ja, zeker. Ja. Ja, want dat heeft natuurlijk een hele impact op het geheel, hè? Ja. Van een gezin, van een systeem. Nou, dit zijn dus 2 systemen. Ja. Je samengestelde gezin. Ja. Het gezin waar je uitkomt. En zeg je, ik heb een carrière switch gemaakt tot kindercoach. Ja. Waarom? Was je vorige werk zo saai? Nou, alles behalve. Maar wel heel intensief. Dus ik merkte dat het veel van mezelf vroeg. Maar dat ik ook vanwege mijn gevoelsantennes, natuurlijk regelmatig bij de kinderen dingen vernam. Wat er speelde, wat er emotioneel gezien aan de hand was. En daar kon je dan in de klassensituatie niet altijd aandacht aan besteden. En dat vond ik lastig, want ze zeggen wel eens, een kind wat niet lekker in zijn vel zit, dat komt niet tot leren. Dus als jij de school binnenkomt en er speelt thuis van alles, ja, dan kan juffrouw wel zeggen, doe je rekenboekje open. Maar dat gaat dan niet binnenkomen. En dat
Ja, dat ging zich een beetje wringen bij mij. Dat ik dacht van, er worden zoveel kinderen bij elkaar ingestopt. We moeten ze ook allemaal binnen de klas houden. En ja, ik wil er juist extra aandacht aan besteden. Juist die gevoelswereld. Ik was zelf ook altijd een heel stil en verlegen meisje. Nou ja, dat kan wel heel mooi makkelijk lijken. Maar er gaat natuurlijk altijd van alles om in het koppie. Dus juist die kinderen hadden vaak mijn aandacht. Ja. En nu kun je dat in professionele zin ja. doen. Ja. En dat bevalt tot nu toe. Ja, zeker. Mooi, hé. Ja. Hé, hey, mijn oog valt op dit voorwerp. Vertellen. Nou, die was eigenlijk aan het eind van mijn onderwijscarrière. Toen was ik invaljuf. En die nam ik dus altijd mee naar de klasse waar ik voor stond. En dat heeft ook een beetje te maken met een stukje veiligheid. Als een kind verdrietig was of... Nou, dan mocht hij even dat knuffeltje bij zich hebben. Dat had hij dan even nodig. En voor mijzelf was het ook wel leuk. Een beetje zo mijn mascotte. Die nam ik met me mee. En het breekt het ijs als je hem neer kan zetten. Van, goh, wie is dat? En waarom heb je die bij je? Ja. Dus je legt er contact mee. Ja. En het is om eventjes dicht bij je te houden. Ja. Je veilig te voelen. Ja. Als die ogen zo zie, dan denk ik, nou, het is toch best wel grillig. Niet waar, maar... Dat was de bedoeling waarschijnlijk. Nou, ja, of juist wel. Ik ben dan vooral heel sterk gericht op de kleur. Dus dat, ja. dat springt mij dan heel veel aan. Ja. Ja. Ik zie nog zoiets van die kleur hier op tafel liggen. Deze misschien? Die waarschijnlijk. Ja. Ja, vertel. Nou, die gebruik ik wel eens gekscherend zo van... bekijk situaties is door een andere bril. Nou is dit een hele mooie roze bril. Want vaak als er problemen ontstaan bij een kind... Nou ja, in een gezin kan ik beter zeggen, want ja, een kind is die klingelt aan de bel, maar er speelt natuurlijk altijd meer. En dan is de focus zo erg op dat probleemgedrag, terwijl achter dat gedrag, ja, daar gaat vaak iets achter schuil. Dus daar zit een dieperliggend iets achter. En daarvoor kan het juist heel goed zijn om te kijken naar de kwaliteiten van je kind en wat kan die allemaal goed. En dan... vraag ik wel eens om de mooie roze bril op te zetten. Letterlijk? Ja. Doe eens. Oh, dat heb ik al regelmatig gedaan. Kijk, ja. Wat gebeurt er dan met mensen als ze die opzetten? Nou, dan vraag ik vaak eerst van ze om eventjes ook te wennen, hè, aan dat gevoel. En nou ja, je ziet hier al helemaal zo mooi die roze rand omheen. Dus dan is het al even een momentje van rust. Oh ja, ja, maar... mijn kind heeft, die kan goed dit. Of ja, dat gaan ze eigenlijk vanzelf wel vertellen. Dus op een hele eenvoudige manier... Ja. kun je de mindset al een heel klein beetje veranderen. Ja. Ja, juist. Bijzonder. Ja. En dat zie je ook gebeuren. Ja. Ja, want het kan soms met hele simpele kleine dingen zijn. Het hoeft niet altijd heel ingewikkeld te liggen. Want dat is ook niet wat een kindercoach doet. Anders was ik wel psycholoog geworden. Maar een kindercoach gaat juist kijken van... nou ja, waar komt het kind mee? En ja. Je gaat niet enorm verroeten naar... we zullen eens even kijken wat daar allemaal diep verstopt ligt. Nee, als je met dat kind aan het spelen bent... dan komt er vanzelf wel... komen er wel dingen naar boven. Ja. Ja. Wat ik soms wel bijzonder vind, hè, want in mijn vak... ja, ik ben niet psycholoog in letterlijke zin of psychiater... of iets in die professionele sferen. Maar dat je juist door bijvoorbeeld alleen maar aanwezig te zijn... of alleen maar ontspannend te luisteren... meer teweeg kunt brengen als... Ja. of teweeg brengen, maar meer contact krijgen... dan als iemand denkt, oh, daar zit ook nog iets achter. Een soort Precies. programma. Precies. Er is ook zo'n mooie uitdrukking van, hè? Je leert meer van een kind door een uur met hem te spelen dan door heel lang met hem te praten. Ja. We willen vaak veel te veel praten. Maar ga maar lekker iets doen. Niet alleen met kinderen, denk ik. Oh, nee, zeker niet. Nee, want dat heeft zich bij mij ook wel verlegd van, je werkt binnen het gezin en dan merk je van, hey, een stukje ondersteuning voor de moeders. En, dus ik ben ook regelmatig met volwassenen gewoon aan het werk. Ja. En ik zeg wel, wat voor een kind werkt, werkt voor een volwassene ook. Ja. En we moeten allemaal een beetje kind blijven, dus. Precies. Ja. Hey, Mirjam, heb jij deze week nog iets speels gedaan voor jezelf? Heb ik nog iets speels gedaan? Nee, zou ik zo op dit moment niet weten. Nee, want ik dacht dat je dat
elke week zou gaan doen. Ja, dat klopt. Iets deels met jezelf. Ja. Vertel eens. Nee, maar dat heb ik deze week niet gedaan. Ik heb wel een hele mooie ontmoeting gehad met een dame die een boek geschreven had. Dus dat, als je het dan hebt over een stukje inspiratie wat je mag krijgen. Dat was echt ontzettend mooi. Maar ik ben wel laatst bijvoorbeeld voor dat uitje wat je bedoelt naar het Speelgoedmuseum geweest. En dan in mijn eentje. In? In Deventer. Wat leuk. Ja. Om ook inspiratie op te doen. Want ik wil dus ook graag een boek gaan schrijven. En ik had een interview gelezen met een schrijfster, Julia Cameron. En deze dame die gaf aan van... ga elke ochtend 3 kwartier eerder opstaan. Schrijf 3 morning pages. Want 's morgens ben je lekker fris en dan vliegt er van alles uit je pen. Ga een kunstenaarsuitje doen. En een kunstenaarsuitje, dat kan dus zijn dat je naar een museum gaat. Maar het kan ook zijn dat je naar de snoepwinkel gaat en een uur lang je helemaal verbaast over al die mooie kleurtjes die daar zijn. Maar wel in je eentje, zodat je niet afgeleid wordt door hele gesprekken of dergelijke. Maar dat je je laat verwonderen, want dat is eigenlijk de essentie. Mm-hmm. En dat de creatie dan een beetje aangewakkerd wordt, jouw creatieve geest. Ja, bijzonder was dat, hè? Jij postte dat laatst op Facebook. Ja. En ik dacht, ik heb over die methode gehoord. En toen vertelde ik jou van, ik heb dat boek in huis. Ja. En jij zei, ik heb alleen maar een filmpje gezien. Ja. En jij ging er wel mee aan de slag. Misschien kun je iets vertellen over de morning pages. Ja, ik ben daar. Ik heb pas mijn derde jaar afgerond, mijn masterjaar tot kindercoach. En aan het eind van dat masterjaar ga je een zaadje planten. Nou, dat werd dus bij mij het schrijven van een boek. En toen ik mijn presentatie aan het voorbereiden was, kwam ik dus onder andere dit interview tegen. Dus vanaf die dag ben ik elke ochtend de morning pages gaan schrijven. En ik schreef daarvoor al. En dat was regelmatig wel een bladzijde, soms 2. Nou, ook niet helemaal elke dag. En nu probeer ik mezelf dat iets meer aan te leren om het toch even elke dag te doen. En jij zei ook zo mooi in ons gesprek van het mag nergens overgaan. Dus zo ben ik ook wel eens een van mijn dagen begonnen van het mag nergens overgaan. Maar toen schreef ik al gauw, ja, dat kan helemaal niet. Want er gaan altijd zoveel gedachten door je hoofd. En het gaat eigenlijk vanzelf verder en je krijgt het wel weer een bepaalde richting op. Of ja, schrijven geeft je dan wel een inzicht. Ja. Ja. Wil je een stukje voorlezen? Ja. Stel een, denk ik, hele intieme vraag. Ja. Dat zijn jouw morning pages, maar ja. Je was wel een beetje deze vraag voorbereid. Precies. Ja. Nou, en ook omdat ik wel regelmatig ook dingen deel op Facebook, word je daar ook wel makkelijker in. Want het is eigenlijk gewoon je eigen ik laten zien. En dat mag vaak wel gezien worden. Ja. Het ging over een prachtig mooi gedicht op Facebook wat ik tegenkwam over overlijden, / lijden. Ik plaatste een reactie en zij vroeg mij, wat betekent het voor jou? Mijn antwoord was, een overlijden van heel dichtbij meegemaakt, mijn vader, toen ik 21 was. Zo ontzettend heftig dat alles in de ijskast ging. En nu? Nu weet ik dat hij altijd bij mij was en is en kan ik contact met hem maken. Zo mooi. Ik ga hier een boek over schrijven. Bedankt ook dat je deze vraag stelde. Het geeft weer nieuwe inzichten. Want dat is gewoon waar mijn boek mee mag beginnen. Mijn persoonlijke verhaal. Niet alleen over paarse lichtbundeltjes. Daarmee bedoel ik contact eventueel met boven. En wat ouders en of kinderen daarmee kunnen en mogen. Gisteren sloeg ik al een mooi gedicht op. Ik ga verzamelen. Ook dit gedicht van vanochtend. En ik ga in gesprek met mensen. Er stond een dame, daar ga ik de naam nu even niet van noemen, op mijn lijstje die ik eens wil bevragen, die ook zelf een boek geschreven heeft. En kijk eens aan hoe het al meer gaat leven nu. Wat mooi. Ik voel het helemaal van binnen. Het mag ook gaan over jouw kijk op de dood. Wat interessant. Ik blijf ook steeds vanuit mijn eindpresentatie herhalen dat ik zei, mijn vader is al 27 jaar niet meer bij ons. Dat is zo'n verschil met eerder, want dan zei ik, hij is al 27 jaar dood. Dood is weg. Dat leek altijd zo definitief. En ik vond het ook oprecht doodeng. Maar dat verandert helemaal. Ik heb ontzettend veel zin om research te doen voor mijn boek.
Het is ook zo bijzonder dat ik 3 oud-leerlingen bezocht, waarvan er 2 ook heel van heel dichtbij een overlijden hebben meegemaakt. Maar het gaat veel meer over het proces rondom het overlijden. Eigenlijk geen makkelijk onderwerp, maar ik word helemaal blij als ik dit schrijf. Bijzonder. Ja. Hey, en we begonnen met de baboeska's. Je had het over, hè? 7. Ja. Je bespreekt nu eigenlijk iemand anders. Ja. Dat 7-tal. Mooie ronde cirkel zo. Ja. Ja. Zeker. Hey, en jij vertelde dat je na het schrijven nog iets doet. En heeft dat te maken met wat hier op tafel ligt? Nog? Ja. Want als ik dan mijn 3 morning pages heb afgerond, dan heb ik een aantal kaartendecks. Nou, je ziet er daar eentje liggen. En daar trek ik dan een kaart uit. Maar eerst ga ik dan altijd even schudden. En dan soms valt er tijdens het schudden al eentje tussenuit. En het is zo mooi hoe die dan altijd aansluit bij mijn verhaaltje van die dag. Het is echt bij het verhaaltje van wat ik net heb voorgelezen, trok ik bijvoorbeeld de kaart Open je hart. Nou. Wat prachtig. Ja. Open je hart, openhartig. Ja. Zo heb ik jou leren kennen. Ik denk dat de mensen die dit interview zien en gezien hebben, die openhartigheid zullen herkennen. Heel erg bedankt, Mirjam. Ook bedankt. Toen wij kennis maakten, toen zei je, ik kan wel 3 uur lang vertellen. Ja. Dat is gebleken bij het voorgesprek. Ja, en het was prachtig. Ja. Heerlijk dat we zo elkaar hier aan deze tafel hebben gezien. Ja. En fijn dat u en jij gekeken en geluisterd hebt. Over een aantal weken, vlak voor de kerst, komen wij terug met de 6e drijfveer. Ik wens jullie alle goeds.